Nou, er werd aangebeld, is een pakje voor u. En toen zei hij van, nou, neem meteen even je identiteitsbewijs mee. Ik moest een handtekening zetten en mijn geboortedatum opgeven. En hij schreef dat heel langzaam op en dat vond ik verdacht. En toen heb ik heel snel mijn pas teruggetrokken, want ik had het idee dat hij cijfers zat in zijn hoofd zat te onthouden. Ik zie bijvoorbeeld ook dat u een creditcard heeft bij de AWB van de Visa. Ja, okay. Ik zie ook het rekeningnummer staan. Staat er ook op? Ja, dat staat er gewoon op. Mensen moeten bewuster worden van hoe waardevol hun persoonlijke informatie eigenlijk kan zijn voor fraudeurs. We hebben een hennepkwekerij meegestapt. Wiet geteeld. Dus er stond een wietkwekerij op jouw naam? Ja, ja. Ja, dat is, dat is wel even slikken. Hoeveel geld bent u kwijt? Ik ga geen bedragen noemen, ook gezien de zaak die loopt. Maar mijn spaargeld, wat ik daar had staan, was zo goed als eraf geschreven.